De Model X is een flinke computer op wielen met twee schermen en een app. In deze instructievideo een uitgebreid overzicht hoe je met de auto omgaat. Ik praat over de app, de sleutels, de deuren, het starten, het rijden, de autopilot, het laden, het scherm, de navigatie, muziek en het verschijnsel van nieuwe software-updates. Als je een Tesla gaat rijden, is dit een handige video om te kijken. Laten we beginnen met de sleutel van de Model X. Die ziet er ook uit als een Model X. Hier zie je de voorkant, hier zie je de achterkant, het dak, de zijkant. En als je op het dak twee keer drukt, klik, dan gaat de bestuurderskant open. Druk je dan nog een keer twee keer, dan gaat de passagierskant open. Druk je aan de zijkant twee keer, dan gaat de zijkant van de deur open. En de andere zijkant, dan gaat de andere deur open. Druk je dan twee keer op de achterkant, wat zou er dan gebeuren, denk je? Ja, u raadt het al. Dan gaat de achterklep open. Dus dat is heel handig en je hoeft hem ook alleen maar in je zak te hebben. En als je wegloopt, dan gaat de passagiersdeur dicht. Als je drie keer er op de bovenkant drukt, 1, 2, 3, dan gaan alle deuren automatisch open. Nou, hoe handig is dat? Wat ik ook reuze prettig vind, is als ik in de buurt kom met de sleutel bij de auto, dat die dan automatisch open gaat en dat de deur dan open gaat, automatisch. Ook is aan deze sleutel mijn profiel gekoppeld. Dus als ik instap, dan gaat de stoel meteen, de spiegels, die gaan meteen helemaal in de juiste instructie. En ook de manier waarop ik de auto geconfigureerd, geprogrammeerd heb, wordt overgenomen. Eerst iedereen even de Tesla-app downloaden. Je kunt hiermee de auto openmaken bij die sleutels. Klik maar even op die sleutels, dan kun je de sleutel aandoen. Kun je Touch ID koppelen. Dan kun je ook meteen wegrijden, deuren open, dicht. Kijk maar even op bediening. Daar kun je dan de voorbak openmaken, de achterbak kun je openmaken. Klik het op de klaxon. De bediening, knipperlicht. Je kunt nog even teruggaan. Je kunt zien op opladen, kun je zien hoeveel die laadt. Hij kan je ook allerlei alerts geven als die klaar is. Bij de supercharger doet hij het met 500 km per uur. Als je thuis laadt met een laadpaal 50 km per uur. En dan met een gewoon stopcontact 15 km per uur. Dus dat gaan we ook eventjes uittesten. Je kunt, als het erg koud is, kun je alvast het klimaat aan en uitzetten. En zodat hij altijd warm is. En je kunt zien waar die is. De locatie kun je meteen zien en dan kun je kunt er ook meteen heen gaan. Dus dat is de app, is ook de sleutel. Goed, je gaat zitten. Eerst moet je je stoel natuurlijk goed doen. En dan zie je hier deze knopjes. Die zijn de vorm van een stoel. Die kun je omlaag doen. Gaat de stoel omlaag, omhoog. Je kunt naar achteren, je kunt naar voren. En hier heb je ook je lucht in de rug stoppen. Dus dan kun je hem helemaal comfortabel maken. En dan kun je zelf een profiel aanmaken, zodat hij altijd gewoon herinnert wie je bent. Hier heb je de buitenspiegels, die kun je inklappen met dit knopje. Nog een keer. En je kunt ze natuurlijk, dit is linker, rechter en gewoon bewegen. Ramen omhoog en omlaag. Eén klikje omhoog. Dan gaat hij gewoon omhoog. Eén klikje omlaag gaat hij omlaag. En achter. En je kunt de vergrendeling doen voor de kids. De spiegel moet je met de hand doen. Sorry, niks elektronisch. Dat is heel bijzonder. En hier links daarvan van je, kun je dat eventjes zo. Ja, zo. Dat klikt erin. Klik. En dan open. Bam. Het is natuurlijk het scherm. We hebben geen knopjes hier. We hebben alleen maar een scherm. En hier bovenaan zit William. En daar kun je dan zeggen restore of save. En je kunt ook gewoon hier kun je de settings veranderen van iemand. Iedereen kan een eigen profiel aanmaken dan de stoel, de spiegels, etc. Er zit nog een knopje, voor eentje hier voor dubbel knipperlicht. En hier voor het openen van het ding. Je stapt binnen en je wil die deur dicht, dan trap je gewoon op de rem. Trap maar op de rem, dan gaat deze deur dicht. Alle andere deuren, als je die open hebt, dan komt er een knopje door Close All Doors. Bam, ja. En dan kun je gewoon gaan alle deuren die gaan en die animeert het gewoon ook naar beneden. Als je aankomt lopen, dan kun je met dit knopje kun je de deuren openmaken. Dan moet je dus eventjes hierop drukken. Nu zetten we hem, nu doen we de deuren dicht. Nu zijn ze, zie je het slotje dicht, doe maar even open. Bam, en dan zegt hij, weet je het zeker? Ja. En nou gaan de deuren die gaan open en dan kun je ze aan de buitenkant kun je op het chrome stukje drukken en dan gaan alle deuren open die je dan wil doen. En dit schermpje komt dan automatisch, hij kan zeggen close all en we verdwijnen weer. Goed, de auto staat nog steeds uit. Er zit geen sleutel in en nu moet hij even op dit sleuteltje drukken en dan krijgt hij Touch ID.
En dan zegt hij van oké. En dan zegt hij keyless driving enabled. Nu kun je de auto aanzetten door op de rem te trappen. En dan zie je hier dat hij in de P begint te staan. En hij begint te waarschuwen dat je je gordel niet los hebt. Dus dat is wel even belangrijk. Dan eventjes over het scherm. Het scherm is een iPad op zijn kant. Aan de bovenkant heb je de applicaties, muziek, navigatie, de agenda. Die wordt nu ook zometeen hierop getoond als je dat doet. Energie, internet en dingen. Nou, dan gaan we even kijken. Hier kun je gewoon een kaart. Je kunt gewoon inzoomen en uitzoomen. En plus, min. Je kunt zeggen navigeren. En dan kun je zeggen, nou, ik wil naar de ABN AMRO. En dan krijg je alles wat in Google kunt intypen, kun je hier ook intypen. En dan kun je dan ook meteen naartoe gaan. En dan geeft hij dus gewoon hier calculerend. En dan laat hij zien hoe je erheen gaat. En je ziet ook als bestuurder, zie je het aan de linkerkant tevoorschijn komen. Dus het scherm, je hebt twee schermen. Eén hier aan de linkerkant heb je navigatie. Hier zie je hoe hard je rijdt. En hier zie je zeg maar hoeveel energie je gebruikt. Dat kun je veranderen. Dat zijn widgets. Als je op dit dingetje drukt, een seconde lang, kun je zeggen, nou nee, ik wil geen energie, ik wil muziek hebben, ik wil de klok hebben, ik wil navigatie aan deze kant hebben, of ik wil bellen hebben. Op car status, dan kun je ook nog zien van hoe het gaat met de PSI, met de luchtdruk en zo. En hetzelfde als je op dit knopje drukt, hier wat harder, dan kun je zeggen van, ik wil hier bijvoorbeeld energie hebben. En dan gaat hij automatisch navigatie doen aan de andere kant. Dus dit schermpje is helemaal programmeerbaar. Het is navigeren. En je ziet dus nu gewoon hoe je werkt. Je kunt kiezen hieronder. Ik wil het met een kaart hebben. Of ik wil het met satellietview hebben. Dus dan zie je gewoon de kaartview. Je kunt met verkeersinformatie. Mm-hmm. De Google verkeersinformatie. Die kun je aan en uitzetten. Je ziet nu hier gewoon rood. Dat is dat het niet hard rijdt en groen is allemaal prima. Dat kun je ook aan en uitzetten. En hier zijn de superchargers. De superchargers zijn de benzinestations voor de Tesla. En dan zie je meteen gewoon waar je 500 km per uur kunt rijden. Dus je hebt hier Breukelen. Er zit een hele grote. Er zit allemaal van de valk. Eén kopje koffie en dan zit de auto vol. Dat is heel vervelend. Je zit net en dan krijg je alweer bericht. De koffie is daar. Dus je hebt hier zeg maar in Breukelen, Amsterdam, Vuren, Zaltbommel, Dordrecht, Oosterhout. En daar heb je dus, hoef je ook geen pasje te hebben. Gewoon aankomen en ik laat zo meteen even zien waar de chargepot is. En dan kun je daar meteen aan. En dat is, je kunt ook zien of ze er ook nog kijken. Je ziet hier bijvoorbeeld hoeveel er vrij zijn. Dus er zijn hoeveel bezet en hoeveel vrij. Dus dat kun je allemaal gewoon precies bekijken. En door heel Europa heb je dus echt honderden van die superchargers. Je kunt gewoon naar Parijs rijden, naar Brussel, naar ik ben net naar België gereden, naar Duitsland. Heel veel van dat soort zaken. Gratis. Betaal je helemaal niks voor en is supersnel. Dan, oké, dus dit zeg maar even navigatie. Heel fijn dat je gewoon lekker alles kunt intypen met wat je in Google kunt intypen. Je hoeft geen adressen meer te gebruiken. Gewoon waar je naartoe wil, zoals je het eigenlijk zou willen hebben. Dan heb je hier muziek. Nou, de muziek is ook echt goed geregeld. Dan heb je hier radio, dat heb je gewoon. En je hebt Spotify, zit er gewoon standaard in. Je hebt TuneNL, dat zijn alle podcasten en allemaal internetradio. En je hebt ook nog de phone. Dus we gaan ook even de phone nu linken. Pak je telefoon maar. Koppelen van de telefoon. Je gaat hier naar de telefoon toe. Bam. Dan zegt hij is nu gekoppeld aan de Galaxy S8. Dan zeggen we van, we gaan even een nieuw device adden. Er zijn er een heleboel die we kunnen. Start search. En dan zet jij gewoon eventjes bij. Je zet gewoon even dat hij vindbaar is. En hier, iPhone, who else? Ja, dat ben jij. Nou, dan krijg je zo'n code. Die je dan moet, de code. Die moet aan beide kanten. Klaar. En je bent connected. Dan kun je hier meteen de media aanzetten. En als je dat doet, dan kun jij afspelen op je telefoon. En dan speelt hij via de boxen af. En de telefoon interrupeert nu gewoon dingen. Dus was dat moeilijk? Nee, zeker niet. Ontzettend simpel. Ja, doordat je een groot scherm hebt en een beetje fatsoenlijke ruimte, hoef je niet te priegelen en zo. Het is allemaal gewoon lekker makkelijk. Oké, dan hebben we ook even hier de agenda. Die kunnen we ook inderdaad zeggen van de connect the phone. Ja, dat geloof ik. Oh, dat wil je niet? Nee, dat wil je niet. Oké, nou, hij wil de agenda niet. Maar dan kun je dus hier inderdaad de lijst informatie zien van erin. Informatiebeveiliging. Hier zien we dan zeg maar de energie.
En dan kun je zeggen van nou, we gaan nu, hier is het begin van de trip, het einde van de trip. Nou, als we eventjes naar bijvoorbeeld, we zeggen nu, we gaan even naar Den Bosch toe. Den Bosch. Nou, dan zeggen we oké, dan gaat hij daar, heen navigeren. En dan zie je hier de trip. Dan verwacht hij dat je van 82% naar 66% gaat. De live consumptie kun je dan hier zien. Over de afgelopen 50 kilometer. Average range, instant range. Instant, hij verwacht 437. Average over de laatste 50 kilometer 375. En je kunt dat per 10 kilometer en 25. Dan kun je een beetje zien hoeveel dat ding gebruikt. Hoe harder je trapt, hoe minder ver je gaat. Hoewel, het is wel leuk met bergen dat hij ook weer de energie weer terugkrijgt. Het scherm is nu gesplitst in twee, navigatie en energie. Hieronder zit, hier zit een knopje, dan kun je ze zeg maar omdraaien. Kun je ze omdraaien of je kunt zeggen ik wil dit als fullscreen of fullscreen hebben. Je kunt ook twee keer op een, als je hierop drukt en op navigatie, als je nog een keer drukt dan gaat hij van de 1 naar 2. Dat zijn wat handigheidjes. Je hebt hier ook gewoon internet. En dan zit het hier onder. Ik doe het even twee keer. Dan neemt hij het hele scherm, over. Oeps. Op. 1, 2. En dan hier rechtsboven zitten de bookmarks. En ik ben altijd heel erg geïnteresseerd in de NOS. Kijk, dus hier hebben we de NOS. Die is keurig zichtbaar. Die is keurig zichtbaar. Je kunt natuurlijk ook gewoon weer datzelfde gebeuren doen. Dus handig voor dit soort zaken. Maar meestal heb je autopilot aan. Dan ga je gewoon op je mobieltje werken. Oeps, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Nou, heel simpel. Nog even de camera. Die kan natuurlijk ook even naar achteren. Die kunnen we aanzetten. Dus, en die kun je dus ook weer gewoon... Ja, als je dat leuk vindt. Sommige mensen vinden het hartstikke leuk om zo te rijden. Dus dat kun je allemaal kiezen. Dus dit zijn de applicaties. Hieronder heb je gewoon de controls voor een auto gebeuren. Controls, heel belangrijk. Eerst de doors. Kun je, op afstand kun je die nu gewoon hier zo... Bam, alle deuren open en dicht doen. De seats... Die kun je er gewoon hier kun je nog naar achteren en naar voren doen, zeg maar. De suspension, die kun je omhoog en omlaag doen. Dus ook wel heel leuk, vind je, als je eenmaal bij een verkeersdrempel hebt gezegd, ga hoog. Dan onthoudt hij dat met GPS. Oh. Dus dan gaat hij de volgende keer, hè, met verkeersdrempels, gaat hij alles automatisch doen. Heel leuk. Driving, hier kun je zeggen, ik wil chill. Chill, sportief of ludicrous. Nou, dat gaan we dan doen. Je kunt comfortabel sturen, sportief of standaard. Creep, dat betekent dat als je je rem loslaat, dan kan die heel langzamerhand al gaan bewegen. Hoef je niet op het gaspedaal te drukken. Of dat hoeft hij niet te doen, kun je aanzetten. Het terugwinnen van energie via regenerative braking kun je standaard zetten of op heel laag. Dan is het meer als een gewone auto. Dan merk je niet als je het gas loslaat. En de trailermode, nou ja, dat zul je niet gebruiken. Dan kun je alles nog met lichten, dat hij alles automatisch doet. Dat staat allemaal aan. Laat alles gewoon op auto staan, heb je er geen problemen mee. Hier kun je de trip zien. Hoe hard je hebt gereden sinds de laatste charge. 1 kWh. Daar kun je dus 4,5 kilometer mee rijden als je zo rijdt. Maar je kunt ook 5 kilometer rijden als je een beetje rustig doet. Dat kun je zien. De displays, die kun je gewoon donker maken en gewoon een auto-adjust. En je kunt zeggen, maar ik wil de dagmode of de nachtmode wil ik doen. Dan krijg je alles een beetje in zwart-wit. Als zwart-wit te doen, dus dat zit onder die controls. Ja, zoals dit. En je kunt gewoon zeggen auto, dan is dat allemaal klaar. Zo, en ik wil een beetje meer. En je kunt nog even de e-brake doen. Settings. Dit is zeg maar de settings. Kun je alles instellen. Alles rondom profiles. Je hebt een app store. De language. De vehicle. De mirrors of die auto moeten tillen. Als je naar voren of naar achteren gaat, dan gaat die zorgen dat je... Dat de spiegels goed getild zijn. Autofold, dat als je de auto uitzet, dat hij naar binnen gaat. Nou, allemaal echt heel veel handige dingen kun je instellen. Ik doe dat nooit. Doors en locks, kindermode, toestanden. Jongens, geniet ervan. En safety en security, de airbags aan en uit. Je kunt zeggen, ik wil de speed limiting mode aanzetten. Dus je kunt hem uit. Ja. Ik kan hem hier aan de Volksbank medewerkers zeggen. Jongens, jullie mogen niet harder dan 95 kilometer. Hop, en dan mogen jullie niet meer doen. Maar dat ga ik niet doen. Jullie moeten zelf maar verantwoordelijk zijn. Dus allerlei verschillende dingen die je hierin kunt zetten. Nou, de displays, die kun je ook weer configureren. Je kunt je garagedeur kun je automatisch open en ding open doen. En driver assistant. Dus dat zijn allemaal gewoon dingen waarmee je lekker mee kunt spelen. Kijk er maar naar, geniet er maar. Je hebt nooit zoveel kunnen instellen aan een auto. Ja, en het grappige is, je hoeft het niet te doen.
Het staat standaard goed. Het staat gewoon standaard goed. Maar als jij een freak bent en je wilt zo, dan kan dat met zo'n scherm. Kan dat. En dat is leuk. Je kunt steeds meer instellen. De laatste update was dat per een sleutel, als ik aankom met de vrouw, met mijn vrouwsleutel, dan gaat alles gewoon meteen al, door die sleutel gaat alles al goed, in plaats van dat ik moet kiezen. En hier zit een leuk knopje. Als je hier één druk hier eens op. Play Mozart. En dan daarmee bedien je dus Spotify. Oké, dan gaan we nu even naar de we rijden even naar de supercharger toe. En dat doen we dus hier. Dan ga je hier rechtsonder. Ja, doe maar. Rechtsonder. En dan zo'n bommel. Hier, Breukelen. Breukelen, bam. Bam. En dan gaat hij daarheen. En dan gaan we nu weg naar de supercharger. Oké, dit is Amerikaans. We hebben hier niks. We hebben hier gewoon een pookje aan het stuur. Jij staat nu in P. Poot op de rem. En dan deze naar beneden toe, dat hij in de D gaat. Hard? Ja, dan gaat hij in de D. En dan mag jij gewoon aan het stuur. Nou, nu rij je dus weg. Wat valt je op? Stille. Heerlijk. Stil. Ja, en jij weigert om gewoon even die gaspedaal te doen. Doe maar even, nog even. Trap me even in. Trap even in. Oké, tweede wat je merkt, nadat je gewoon gereden hebt. Je hoeft dus eigenlijk niet op de rem te trappen. De remlichten gaan wel aan. Okay. Als je de rem, als je de gaspedaal loslaat. Maar hij gaat dus vrij snel naar beneden toe. Heel rap. En je hoeft eigenlijk alleen maar, het heet het one pedal driving. Als je nu het loslaat, zo, dan gaat hij echt gewoon naar beneden. Naar 4, 5 kilometer. Alleen het laatste stukje hoef je eigenlijk te remmen. Hij mag iets minder hard remmen, Vincent. Hoe doe ik dat? Je bent nog niet zo gewend. Dan ga je hier naar controls. En dan hier onder driving. En dan hier low. Regenerative braking low. Nu reageert hij als een gewone auto. Geef maar even gas. Geef maar gas. En laat maar los. En nu merk je gewoon dat hij veel minder dat doet. Het is wel leuk sturen. Je zegt hij stuurt lichter. Het enige wat je doet met dat sturen is aan de computer zeggen. Ga naar links of naar rechts. Ik heb hem nu een beetje op sportief gezet. Voel je het verschil hoe het stuur reageert? Dat je gewoon veel harder moet trekken? Dit is wel echt veel lichter. Ja, ik zeg hem weer op comfortabel. Zet ik hem weer terug. Maar dus, er is helemaal geen sturen. Het is alleen maar een computer vertellen wat je nou eigenlijk wil. Dat is, er is geen verbinding meer tussen stuur en wielen. En op het moment dat ik rij, dan verschijnt hier een stuurtje op het moment dat die autopilot aan kan. En dan kan ik hier in het knopje voor cruise control en autopilot twee keer dat ding naar me toe trekken. En vanaf dat ogenblik rijdt hij zelf. En hij rijdt natuurlijk vooral heel goed op de snelweg, maar ook gewoon op wegen met een duidelijke beleiding. Dan doet hij het ook provinciale wegen en ja, zoals hier ook gewoon. Oké, zet hem nog eens op autopilot. Als die blauw is, is die actief. En hier zie je ook hoe hij de auto ziet. Hij ziet dus die auto voor je. Hij ziet blauwe lijnen. Die autopilot die rijdt heel beschaafd. Dat is echt gewoon heel fijn. Nou is wel zo, na verloop van tijd, laat maar handen ervan af, gaat hij zeggen, handen aan het stuur. Nu zegt hij, apply light force to the steering wheel. Nu gaat hij hier ook flitsen. En op een gegeven moment gaat hij piepen. Wacht even, tot niks doen. Gaat hij piepen. Piep, 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 piep. En als je nu eventjes een beetje wiebelt. Nou, dat was een beetje te veel. Nog een keer, zet autopilot maar weer aan. Want hij is uit, hij heeft hem uitgezet. Want jij zat dan helemaal zo te schudden. Je hoeft maar een klein beetje zo met je vinger een beetje zo te doen. Dan weet hij dat je er bent. En dan gaat hij weer over een minuut gaat hij dat weer doen. En als je dat drie keer een piep krijgt, dan stopt de autopilot ermee. Dan moet je eerst helemaal stoppen. Hoe kom je nu uit de autopilot mode? Een beetje remmen of het stuur bewegen? Ja, het stuur. Je kunt gewoon op het moment dat jij het stuur pakt en gaat naar links toe bijvoorbeeld. Ga maar even naar links. Dan gaat het blauwe lampje gaat uit. En op het moment dat jij op de rem even trapt, dan zie je dat de cruise control gaat uit. De cruise control gaat uit door op de rem te trappen. Dan gaat ook de autopilot uit. En als je het stuur gewoon pakt, dan neem je dat gewoon over. We gaan nu even oefenen met de autolane. Dus als jij nu de richtingenwijzer even naar links doet, dan zie je dat hij nu ook meteen zelf naar links gaat. En zo kun je ook naar rechts. Meestal vraagt hij dan, als je het een tijdje niet de stuur vastgehouden hebt, dan vraagt hij, hou even weer het stuur een beetje vast. Ik doe nog maar een keertje naar links. Kijk hier, apply light steering force, bam. En dan gaat hij naar links toe en ook weer naar rechts.
En ja, de auto die gaat zelf niet van de ene baan naar de andere. Maar je kunt nu gewoon de handen op je dingen doen. En af en toe dan ja, en relaxen. Zo, nu zitten we bij Breukelen, bij Van der Valk. Met 28 laders. Dan ga ik je daar even wel wat trucs over vertellen. In ieder geval is dit verkeerd. De kont naar achteren. En nu moet je dus even naar boven toe, naar reverse. Ja, oké. Okay. Je ziet de camera, hoor, zie je meteen. Kijk, je kunt echt gewoon zien. Hier zie je de trekhaak. Je kunt echt enorm goed verder nog naar achteren. Oh, sorry. Ja. Dus ik zou gewoon even verder naar achteren, want er zit een kort kabeltje aan. Maar dat is heel goed, prima. Oké, okay. Bam, 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 bam. Alle deuren gaan open. Geen handrem, Vincent. Handrem, dat is alleen maar voor ouderwetse dingen. Ouderwetse. De ding is gewoon, als je een park zet, dan is hij klaar. Helemaal. Stek het eruit en stop hem in de chargepot. Heel goed, erin. Zo? Ja. En hiermee laat je nu met 115 kWh als de batterij leeg is. Want hij is nu bijna vol, dan laat hij maar misschien met 100 of 150 km/u. Maar als hij goed leeg is, dan rijdt hij met 500-600 km/u. Stroomt die elektriciteit erin. Je kunt eigenlijk net even naar Van der Valk lopen, één kop koffie bestellen en dan kom je terug en dan heb je 200 kilometer. Oké, okay. En dan kijk je hier eventjes, hij ziet hier al dat je aan het chargen bent, kijk maar even bij opladen. Dus 300 km/u laat hij en dan is hij echt gewoon binnen een 10 minuten is hij gewoon vol. Ja, alleen het laatste stukje, dat duurt het langste, van 0 naar 80%, duurt net zo lang van 80 naar 100%. Maar dat laatste stukje is helemaal niet belangrijk, dat, je gaat meestal tot 350 kilometer en dan ben je klaar. Maar je kunt ook gewoon hier kijken. Hierboven zit een batterij, net zoals met je telefoon. Klik je op. En dan zie je, nou, je bent aan het supercharger. Helemaal vol, dat duurt lang. Want het laatste paar de laatste 10% duurt net zo lang als de eerste 80%. Zo, we gaan stoppen met laden. Even het bovenste knopje hier indrukken. Klik en uittrekken. Ja, en weer gewoon. En deze laadklep die gaat ook gewoon zelf weer dicht. Niks aan doen. Gewoon instappen. En je kunt weer verder. Zo kun je dus naar Parijs, naar Rome, naar Scandinavië. Je kunt heel Europa door. Overal moet je om de 350 kilometer moet je even een kopje koffie gaan drinken. Heel moeilijk. En er zijn altijd geweldig leuke rijders hier. Iedereen heeft altijd gewoon een mooi verhaal waarom die Tesla rijdt. Een auto is eigenlijk gewoon software. De software wordt ook regelmatig geüpdate. Vanavond is er weer een nieuwe update. Ik ben benieuwd wat die dan weer kan. Maar het is gewoon elke dag een genot om te zien wat die auto nou weer kan. En wat die weer voor slims verzint. Ik zei al, de software is slim. Hierboven zie je een klein wijzertje. Er komt een nieuwe update. Nieuwe versie. Dus ik ben heel benieuwd wat die nou weer gaat doen. Je kunt hem gewoon instellen. En dan heeft hij een uurtje nodig om nieuwe software. En dan heb je opeens weer geweldig nieuwe functionaliteit. Bijvoorbeeld dat hij dan van snelweg naar snelweg autopilot gaat doen. Of dat hij langer rijdt zonder dat je dan aan het stuur hoeft te zitten. En er komen allemaal geweldige updates komen eraan. Kijk, dan kun je hier zeggen van... hier kun je op de release notes. De release notes. Kun je zeg maar klikken. En dan zegt hij, what's new in this update? Nou, het is wel de langste video die ik ooit gemaakt heb over hoe je een Tesla moet gebruiken. Maar eigenlijk wel heel erg handig. Deze auto kun je op verschillende manieren rijden. Je kunt er niks aan doen en dan zit 95% zit oké. En je kunt ook gewoon echt alles op detail gaan doen. Dus om het een beetje meer persoonlijk te maken. Dus het is heel grappig dat ik zo'n uitgebreide video moet geven. Om al die details te laten zien. Maar ik kan ook iemand in 2 minuten deze auto laten zien. Van, je hebt de sleutel in de hand. Je loopt naartoe, de deur gaat open. Je trapt op de rem en de auto gaat aan. En dan ben je gewoon klaar. De Tesla Model X is net als een iPhone eigenlijk een fantastische computer. Hij kan gewoon elke keer meer. Er zitten nu ook al 9 camera's in, waarvan er eigenlijk maar 1 gebruikt wordt met autopilot. Dus ik zit nog te wachten op de stoplichtcamera, de rotondecamera, dat hij de afritten op en af kan. Dat moet eigenlijk aan het einde van het jaar gebeuren. Dus elke maand is er weer wat nieuws wat interessant is. Nou, ik hoop dat je deze instructievideo zeg maar handig vindt en kijk er inderdaad echt naar voordat je gaat rijden, want er is zoveel te ontdekken aan deze auto.